Jobberdup mensen en welkom bij een nieuwe aflevering van Subdrama. Ik zeg helemaal niet Jobberdup mensen, ik zeg altijd Jobberdup gasten. Jobberdup gasten en welkom bij een nieuwe aflevering van Subdraft, de serie waarin ik video-ideeën maak van jullie comments over een Subdraft. En er is weer een comment achtergelaten. Dit is trouwens alweer de 20ste aflevering. Ongelooflijk, betekent dat de vorige aflevering heel veel duimpjes omhoog zijn achtergelaten. Dank jullie wel daarvoor. En daarom gaan we nu weer een nieuwe video maken van het idee van Sombrero Games. Want hij heeft 865 duimpjes omhoog op de comment. Doe de downgrade draft, kies de spelers die het meest een downgrade verdienen. Nou, ik kan niet wachten tot ik al heel veel mensen beledig omdat ik toevallig een speler toch wel een downgrade zou geven terwijl dat iemands favoriete speler is. Behalve Mauro Icardi natuurlijk. Zijn team of the season hoort eigenlijk zijn normale kaart te zijn. Maar goed, ik ga natuurlijk gaan er een paar mensen het met mij oneens zijn. We gaan weer een draftje doen. Ik heb wat FIFA points op mijn account. We gaan niet daadwerkelijk de draft spelen zoals jullie weten. De vorige keer werkte dat. Als we een goede draft hebben, mogen we een speciaal pakketje openen. Vorige keer packten we 94 team of the season Harry Kane. Was ik heel tevreden mee. Gaan we gewoon weer doen. Voordat we de... Nou, weet je wat? We kiezen... Oké, we kiezen de opstelling. 4-3-3 holding. Helemaal prima. Voordat we de opstelling en de draft gaan maken, waar nu al misschien wel iemand bij zit die een downgrade verdient, wil ik even de spotlight aan. Ik heb inderdaad nieuwe studiolampen gekocht. En dat komt omdat ik hier een beetje een mysterieus, dramatisch effect aan wil toevoegen. Er komt binnenkort een nieuwe film uit in de bioscoop. Spider-Man Homecoming. En mijn favoriete acteur zit daarin. Donald Glover. Donald, ik weet dat je dit niet gaat kijken. Maar toch wil ik even zeggen dat jij mijn favoriete acteur bent. Ik heb iets met shoutouts te doen aan mensen die toch niet mijn video gaan kijken. Maar je weet het maar nooit. Shepard heeft me ook opgemerkt. En Spider-Man Homecoming gaat eigenlijk door waar de vorige Avengers film, waar ik heen ben geweest met mijn vriendin. Dus schat, als je dit kijkt... Nou, dit is eigenlijk hetzelfde. De kans is groter dat Donald Glover mijn video's kijkt dan mijn eigen vriendin. Maar goed, laten we er nog een keertje heen gaan. Maar het gaat door waar die vorige film was geëindigd. En het begin van die trailer, dat gaat ook echt daadwerkelijk zo. Dat hij dat gevecht aan dat soort van vloggen is. There's Captain America. There's Iron Man. Wow, look at that new guy. Who's that? Underoos. That's my cue, I gotta go. Misschien moet hij een YouTube-kanaal beginnen dat hij aan het vloggen is. En later dus dat hij weer naar school gaat. En hij krijgt een nieuwe mentor. En dat is Iron Man. Die is er ook weer. Kortom, ga die trailer even checken. En laat achter wat je ervan vindt. En nu mag dat licht weer uit. Ik krijg een beetje koppijn van. Ik vind dat Gaëtan... Daar gaan we heel erg in één keer over. Ik vind dat Gaëtan een downgrade verdient. Sowieso omdat... Ja, Özil kan misschien ook een heel klein beetje lager. Ramos moet hoger. Neymar blijft hetzelfde. En die ballen ook. Gaëtan, die vind ik wel... Die verdient het meest een downgrade. Omdat hij vrij weinig heeft gespeeld. En als hij heeft gespeeld, was niet echt heel goed. Kijk, helemaal geen Atletico Madrid. Maar dat denk ik. Wie hiervan helaas... Ja, Esfahan heeft natuurlijk een flink geboost kaartje. Wie hiervan een downgrade krijgt, is Ben Arfa. Omdat die heeft echt heel weinig wedstrijden gespeeld. Dus het is logisch dat het naar beneden gaat. Kandreva blijft wel hetzelfde. Bill gaat denk ik wel omlaag. Robben gaat hetzelfde blijven. Messi gaat ook hetzelfde blijven. Ja, het zijn informs. Di Maria is nu 87. Die gaat, en die past perfect met Ben Arfa, maar die gaat ook wel omlaag omdat hij bij Paris Saint-Germain niet heel veel schade heeft kunnen aanrichten. Verratti en Pjanic gaat misschien iets omlaag. Fabregas gaat hopelijk echt omlaag, dat hij geen Walcott meer is. Marquisio ook wel, omdat hij veel geblesseerd is. Jij geeft geblesseerde spelers altijd een downgrade. Maar we gaan voor Fabregas. Op andere center mid dan hebben wij Schweinsteiger. Die is naar de MLS gegaan. Wietzel, die is naar China gegaan. Bruno, die heeft een oké seizoen gehad. Heeft een team of the season gekregen. Dus ik denk dat Witzel een downgrade krijgt. Puur eigenlijk alleen omdat hij naar China is gegaan. Ik weet niet eens of de Chinese league wel op FIFA 18 komt. Volgens mij niet. Matuidi, die is nu wel... Die heeft 87 rated kaartje, toch? Of een 86 rated kaartje. Die gaat misschien ook wel omlaag, omdat hij niet een heel goed seizoen heeft gehad. Gustavo heeft dan downgrade gehad. Casemiro wordt hoger. Medel heeft ook een downgrade gehad. Dus we gaan voor Matuidi, omdat hij van die spelers dan als enige nog geen downgrade heeft gehad. Linkt ook wederom heel goed. Misschien is dat wel onbewust een beetje een keuze. Marcelo, Alba, Baines, Sandro, Rodriguez. Ik denk Leighton Baines. 83 is de hoogste... linksback van de Premier League, het normale kaartje. En hij heeft 1 inform gekregen dit jaar. En de rest heeft hij met Everton volgens mij niet heel goed gespeeld. Premier League kijk ik wel wat meer. De Vrij en Keane met Team of the Season gekregen. Denswil, Belgische kijkers. Hoe doet Denswil het bij Club Brugge? En Coates, ja weet je, we gaan voor Coates. Waarom ook niet? Het kan ook zijn dat er geen downgrade tussen zit natuurlijk. Marcano, dit zijn allemaal special cards. Dan denk ik dat Shawcross misschien als eerste een downgrade krijgt. Omdat hij het hoogste normale kaartje heeft. Dus die kans is groter dat hij een downgrade krijgt. Ik weet niet of het logisch is wat ik zeg. Maar voor mij is het wel logisch. Pierre, Cedric, Johnson, Suarez, Peruzzi. Johnson, die heeft echt geen bal geraakt. En die heeft een hyperlink met Shawcross. Dat is prima. Maar Johnson heeft echt geen bal geraakt in Premier League. Net zoals Joe Hart. Die kan er ook helemaal echt geen houtje touwtje van. Loopt alleen maar te blunderen bij Torino. En toch zijn er de geruchten dat een Premier League club hem weer terug wil kopen. Subasic, Areola, Adler, Handanovic, Burki. Nou, ik zeg het niet graag. Maar ik denk dus dat Handanovic een downgrade gaat krijgen. Omdat hij 87 is al hoog. En ik denk
denk dat die lager gaat worden. Evra gaat hiervan een downgrade krijgen, omdat de rest eigenlijk gewoon hetzelfde blijft of beter wordt. En Evra is alweer een jaartje ouder, wordt volgens mij 34 of 33. Pereira gaat ook een downgrade krijgen, 80 is veel te hoog voor een rechtsback die eigenlijk niet zo heel veel speelt bij Porto. Tevez is naar China gegaan, Mata, Honda, Schürrle. Ik denk dat Honda, ja, dat weet ik niet, Honda gaat sowieso een downgrade krijgen, maar Tevez denk ik ook, omdat hij naar China is gegaan. Ja, maakt ook helemaal niet uit, we gaan die spelers niet in de baas zetten, voor teamgeest maakt het niet uit. We willen gewoon een hoge teamgeest, dan mogen we één of twee, dat is het verschil, pakketjes open krijgen, of, openmaken. Bonavacia, Namor, die krijgt sowieso een flinke upgrade. Lua Lua, die speelt bij QPR. Baker krijgt ook wel een upgrade. Ja, Milanov, waarom ook niet? Ik ken je namelijk helemaal niet. Sanchez, Higuain, Costa, Dybala, Ibrahimovic. Ibrahimovic is nu wel heel hoog gerated, is ook gebaseerd en clubloos op dit moment. Misschien zit Ibrahimovic helemaal niet op FIFA, dan heeft hij de grootste downgrade van iedereen als hij niet op FIFA komt. Herman, Mario Gaspar, Guardado, Brian Ruiz. Speelt wel toch, die speelt in de spits met Bas Dost. En misschien omdat hij in de spits gaat staan en dan, complottheorie, veel physical nodig heeft. Omdat dat meetelt in de rating van spitsen, dat hij dan een downgrade krijgt. Dank u wel. Ik vind het helemaal logisch wat ik zeg. Sanja, Candreva, Tremulina, Carvajal, Alves. Sanja gaat een downgrade krijgen. Weet ik heel zeker. Heeft niet veel gespeeld bij Manchester City. En Gray gaat een upgrade krijgen. Dante gaat, denk ik, een downgrade krijgen. Maar, oh nee, Nice heeft het ook goed gedaan. Vet Fatsi dus. Ja, ja, jij was vroeger zo goed met je 5-star skill moves. Jij gaat echt wel een downgrade krijgen. Amsic wordt geupgrade. Schmelzer, Melo, Fernandes, Lallana. Nou, Melo is naar Brazilië gegaan. Maar die wordt gedownrated. Loopt eigenlijk alleen maar de boel helemaal kort en klein te schoppen en verder helemaal niet. Noboa, Kostic, Philippe, Maxwell, Meunier. Maxwell is gestopt met voetballen toch? Noboa heeft met Rostov goed gedaan in de Europa League. Kostic, die is wel hoog, maar die krijgt een downgrade omdat hij met HSV... Ik heb niks van hem gehoord of gezien verder. Borriello of Kishna. Kishna, die is nu 75 en die heeft bij Lille... Is, viel die tegen. Borriello is echter al... 35. Pff, die gaat een downgrade krijgen. Oké, okay, we gaan even kijken of we hier meer dan 80 teamgames dan kunnen maken. Nou, het scheelt niet veel. We hebben nog een manager. Er zit een Franse manager al bij, dus dat is heel voordelig. En dat is ook de enige die we echt volgens mij waar we iets aan hebben. Ja, hier, je ziet het al. En dit is 85. 85 teamgeest. 85 rating. Ja, weet je, ik wil ook gewoon die twee pakketjes openmaken. En de vorige keer hadden we ook volgens mij meer dan 85 of 80. En we hebben ons best wel goed aan alle regels gehouden. Dus ik vind gewoon dat we die 225k pakketjes mogen openen die er zijn. Met coins. Ik krijg geen FIFA points meer uitgeven. Maar kom op, het zou toch chill zijn als we... Kleine sterretjes. Oh, ja, ik heb de vorige keer al iets goeds gekregen, dus ik mag niet gaan klagen van mezelf. Het zijn allemaal spelers die we vast wel een keertje weer in kunnen leveren met iets. En dan het laatste pakketje. Jij wordt bedankt voor het kijken. Een blauw duimpje zou super tof zijn op deze video. Vergeet vooral niet om te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Laatste 125k pakketje. Kom op, Walker. Ah, god een merde. Groot sterretje. Het is Vertongen of Al de Wereld. Jantje Vertongen. Al de Wereld. 85. Jij wordt bedankt voor het kijken en ik check jullie later. Joejoe.